En dan nu? Hallo kijkers, wist u dat er in elk Suske en Wiske boek minstens op elke pagina één opgeheven vingertje staat? Ik ga u voor dit jaar een opdracht meegeven. Jawel, u mag zelf gaan nadenken. Het is de laatste aflevering van Leuke Dingen voor de Mensen voor 2013. Sommige mensen denken dat ik een hekel heb aan ambtenaren. Dat is niet zo. Ik heb een hekel aan bestuurders die ambtenaren de verkeerde dingen laten doen. Waarom ambtenaren zich dan zo in het nauw laten drijven en die verkeerde dingen blijven doen, dat is me ook een raadsel. Dat ga ik wel proberen te ontdekken de komende tijd. En daar heb ik u voor nodig. Wij willen graag dat deze stad een betere stad wordt, blijft, is. En hoe kunnen we dat dan op een leuke manier aanpakken? Wat heb ik bedacht? Als we nou eens de dagen tussen kerst en oud en nieuw gebruiken om eens na te gaan denken over hoe we met z'n allen deze stad een betere stad kunnen maken. Hoe we die 2000 ambtenaren die er zijn kunnen inzetten om van deze stad een leukere stad te maken. En een stad waar de samenwerking goed tot z'n recht komt tussen de mensen onderling en ook met de gemeente, dan kunt u, als u daar een leuk idee over heeft, dat opsturen aan leuke dingen voor de mensen @jacquespinter.nl. En dan kies ik er daar een paar uit en gaan we daar volgend jaar eens aan werken om dat te verbeteren. En dan wordt Nijmegen de eerste maatschappelijk verantwoord bestuurde stad van Nederland. Bedankt voor het kijken en tot het volgend jaar. Deze zou ik ook nog wel eens een keer uit kunnen vergroten.